helemaal niets te zeggen, Dirks, hè? Je kan best stommetje blijven spelen, jongen, hè? We zullen zien wie van ons het langste adem heeft, hè? Je hebt het zaakje echt niet alleen opgezet. Wie heeft je geholpen? Victor Kouwenberg. Victor Kouwenberg. Je bent een volhoudertje, hè? Niets wijst erop dat je iets met de zaak te maken heeft. Dat denken jullie. Waarom wil je hem zo graag compromitteren, hè? Tegen beter weten in. Hij heeft jullie mooi te pakken en lopen jullie met open ogen neer. Ik wil toch niet. Waarom heb je zo'n hekel aan hem, hè? Waarom heb je juist zijn handtekening vervalst? Waarom heb je zo'n hekel aan hem? Goed dan. Vertel dan maar eens over die jongen die je vermoord hebt. Rob Kruiswijk. Rob Kruiswijk? Daar heb ik niks mee te maken. Oh, maar je kende hem toch zo goed, hè? Van mijn werk. Welk werk? Die pillenhandel? Ik heb toch gezegd dat ik met die zaak verder niks te maken heb? Is goed zo, jongen. Hou jij je mond maar, jongen, hè? Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt dat moord met voorbedachte raden. Hè? Ik wil mijn advocaat spreken. Die zal zo wel komen. En je zal hem nodig hebben ook. Moord met voorbedachte raden. Kom als een jaartje of 10 worden, jongen. Ik zeg verder niks meer. Ik heb al te veel gezegd. Als jij die jongen niet vermoord hebt, wie dan wel? Wie probeer je te beschermen? Zeg op!